Ik ben Simone Mudde. En ik ben Olivier van Breugel. Samen hebben wij gewerkt aan het project Between Screens. We zijn met dit project begonnen omdat het ons opviel dat sinds de opkomst van de smartphone en de digitale camera's dat eigenlijk iedereen een soort van verslaggever is geworden van zijn eigen leven. Als je naar de nachtwacht gaat, dan wil je laten zien aan anderen dat je daar bent geweest. Wat ons opvalt is dat eigenlijk steeds meer mensen hier naar binnen lopen, een foto maken en doorgaan naar de volgende, naar Vermeer of naar een ander groot werk. We zijn eigenlijk vanaf heel ver begonnen. Mensen die over elkaar heen hangen, hun handen boven hun hoofd houden. En foto's maken, selfies maken zelfs van de nachtwacht. Wat wij heel opmerkelijk vinden, dat je eigenlijk de rug toekeert naar de nachtwacht zelf en jezelf in het midden zet. Beetje het hoogtepunt van het ik-tijdperk wat ons betreft. Het is niet zozeer echt kritiek, maar het is meer een waarneming en een vraag die we stellen van wat doen die mensen ermee? Zetten ze hem op Facebook? Laten ze hem aan iemand zien? En wat krijgt hij mee van de nachtwacht? Wat blijft er over?